Goedemiddag. De start van het nieuwe schooljaar is uitgeregend. 1,2 miljoen kinderen gaan vandaag terug naar school. Vele van hen zijn kletsnat aangekomen. Enkel bij de banken kan je vandaag nog intekenen op de staatsbon. Het is bij veel bankkantoren erg druk. En in de federale regering groeit de spanning rond het asielbeleid. Veel nattigheid op deze eerste dag van het nieuwe schooljaar. 1,2 miljoen kinderen zijn opnieuw de schoolpoorten binnengelopen en vele onder hen zijn heel erg nat aangekomen in de klas. Zoals hier in Doorslaar. Ook hun ouders en de leerkrachten kennen een natte eerste schooldag. Dit zijn beelden van vanochtend uit Tessenderlo. Maar de nattigheid kwam niet alleen door de regen. Voor de kinderen die 2,5 jaar zijn geworden, is dit de allereerste schooldag in hun leven. En daar komen soms traantjes bij. Op 2,5 zijn de kinderen nog niet leerplichtig, maar toch gaat 97% van de Vlaamse kleuters op die leeftijd al naar school. Kletsnat komen ouders en kleuters aan op de eerste schooldag. Met nieuwe boekentas, propere kledij en vol goede moed kijken ze rond. Tot het afscheid met papa of mama daar is. Ja, 12 uur. Ja, dat is goed, papa. Een halve dag. Kijk, een halve dag vandaag. En nee, tranen zijn er niet alleen bij de kleinste. Gisteren was de laatste dag in de crèche, dus het waren twee momentjes om afscheid te nemen daar en nu zo ja, een beetje loslaten. Altijd moeilijk, hè? De eerste schooldag, altijd terug aanpassen. Hè? De vakantie was ook heel leuk. Hè? Ook voor de juffen blijkt het spannend, die eerste dag weer kinderen in de klas. Maar ze starten goed voorbereid. We zijn al een paar weken aan het voorbereiden. Ja. De klas in orde brengen, alles netjes zetten, symbooltjes maken, fotootjes afdrukken. Eigenlijk, ja. En juf is in de vakantie eigenlijk ook wel vrij veel bezig. Wat verwacht je van haar? Veel enthousiaste gezichtjes, denk ik. Kindjes die daar heel blij zijn als ze terug naar school mogen komen, als ze hun vriendjes terugzien. Een paar die dan misschien een beetje minder blij gaan zijn als ze afscheid moeten nemen van mama en papa, maar meestal krijgen we die wel snel getroost. Helemaal goed vandaag. Schat, we hebben een superleuke dag vandaag, weet je wat? Ik denk dat ze goed bezig is en het is een gemakkelijke eerste schooldag. Ja. U bent er gerust. Helemaal. Allemaal, we maken 's ochtends veel kabaal. We tikken op de neus, ja, en geven onze bil een zwier. En zo is het schooljaar begonnen. En ook in de lagere school zijn alle leerlingen nat begonnen aan het nieuwe schooljaar. Goedemorgen, mannen. Welkom terug. Hallo. Ons jeugdjournaal Karwiet ging vanochtend langs op basisschool Beuk en Noot in Soersel in de provincie Antwerpen. En de regen vond toch niet iedereen zo fijn. De eerste schooldag in de regen vind ik niet zo leuk, want ik had liever thuis gebleven dan. Niet zo leuk, want ik had wel liever zon gehad. Maar ja, regen mag ook wel, want dat moet er ook wel zijn. Dit schooljaar meestal zien in turnen, want dat was wel leuk. En vorig jaar hebben we niet zoveel gesturnd, dus... Ja, ik heb terug zin in school, want dan zie je vrienden terug. Ja, juffen zie je terug. Je kunt mensen weer knuffels geven die je al lang niet meer hebt gezien. Dat vind ik wel leuk. De organisatie van een nieuw schooljaar brengt altijd heel wat uitdagingen met zich. Denk maar aan de verhoogde werkdruk, het prangende lerarentekort en ook de impact van artificiële intelligentie. En op dat laatste wil het Inspiro College in Houthalen-Helchteren in Limburg dit jaar meer gaan inzetten. De leerlingen van het 5e en 6e middelbaar kregen op hun eerste schooldag meteen een opvallende ontvangst. Hallo, mama. Eline, mijn naam is A.I. Tom en ik ben hier een opdracht van de directeur Tom Verheijen. Niet meneer directeur verwelkomt dit jaar de leerlingen van de derde graad van het Inspiro College, maar wel zijn virtuele invaller. Die laat meteen weten dat er onvoldoende leerkrachten aanwezig zijn, omdat een aantal nog met vakantie is. Maar gelukkig springt een robothond weg. We beschouwen dit eigenlijk als een start zijn van een debat op school over de plaats van artificiële intelligentie in ons onderwijs. Als school willen we vernieuwingen omarmen, maar we willen tegelijkertijd het wel kritisch bekijken. In samenspraak met de leerlingen wil het Inspiro College dit jaar een duidelijk beleid uitstippelen over de plaats van artificiële intelligentie op de schoolbanken.
Het is goed dat ze daarop inzetten en dat we ook daar meer over leren. En dat we ook zo weten wanneer we kunnen gebruiken en wanneer juist echt niet. Maar een robothond die een leerkracht zou vervangen, dat zien de leerlingen niet meteen zitten. Dat is nog altijd anders dan een echte persoon of zo. Dus ik denk het niet, maar het zal wel een leuk idee zijn om eens uit te proberen. We denken wel dat artificiële intelligentie een aanvulling kan zijn op de leerkracht, een ondersteuning van de leerkracht, maar nooit de rol van de leerkracht kan overnemen. En daar is deze leerkracht Latijn het alvast helemaal mee eens. Het persoonlijk contact met de kinderen om te achterhalen wat zij voelen, blijft het belangrijkste. Een robot kan u niet meteen vervangen. Absoluut niet, daar ben ik van overtuigd. Nee. Ook de minister van Onderwijs, Ben Weitz, begint aan een nieuw schooljaar. Op dit ogenblik is hij in het Vrij Technisch Instituut in Aalst. Een school waar je wetenschap, technologie en voeding kan volgen. En onder meer de richting bouw- en houtwetenschappen, met een portie wiskunde en wetenschappen in de derde graad, is er nieuw. Het is het resultaat van de modernisering van de nieuwe schoolstructuur en tegelijk ook nieuwe millenniumdoelen of eindtermen. En Carlijn Everaert, jij volgt de minister daar in Aalst. Wat is er voor hem belangrijk dit jaar? Wel, hij bezoekt vandaag 6 scholen en daaraan kan je ook wel zien wat hij belangrijk vindt dit jaar. Ja, meneer de minister, u bent hier op een technische school. Waarom deze school? Wel, net omdat we zo'n waardering ook willen uiten, appreciatie ten aanzien van beroeps- en technisch secundair onderwijs en niet alleen het klassieke ASO. En we zitten hier in een fantastische school, een echte vakschool in het hart van Aalst. Mijn, zoals je ziet achter mij, een heel gedisciplineerd, stil publiek. Het is 1 september, dat is uw hoogdag. U noemt dat wel eens zo. Hè? Waarom noemt u dat een hoogdag? Maar het is natuurlijk een fantastische dag van heel fijne spanning, waarbij dat heel veel leerkrachten naar dit moment naartoe leven. Eigenlijk de afgelopen weken ook al hard hebben gewerkt. En uiteindelijk ook voor al deze jongeren dat we kunnen tonen, ons kunnen laten zien, positieve reclame maken voor ons onderwijs. Want dat is nog altijd topniveau en met heel veel gedreven, gepassioneerde leerkrachten. Maar er zijn natuurlijk ook wel hete hangijzers. Nog altijd dat lerarentekort, ook op deze school. Er wordt nog een leerkracht Frans, 2 leerkrachten mechanica gezocht. Dat probleem is er al jaren. U heeft maatregelen genomen, maar had u niet liever meer effect gezien daarvan? Wij kijken om u heen in heel de samenleving. Alle sectoren kampen met het tekort aan werknemers. Er worden buslijnen geschrapt. Er zijn afdelingen van ziekenhuizen die worden gesloten bij gebrek aan personeel. Maar u bent wel minister van Onderwijs. Daar bent u verantwoordelijk voor. Absoluut. En dat zijn de oplossingen die wij niet kunnen nemen en trouwens ook niet willen nemen. Daarom gaan we creatief aan de slag. We zijn erin geslaagd om, niet tegenstaande de daling van het aantal werknemers in sommige sectoren, dat wij vandaag een toename hebben van het aantal personeelsleden in onderwijs. We hebben er nu 208.000. Dat is een historisch hoogterecord, maar dat is nog niet genoeg. En daarom moeten we creatief zijn. Zorgen we ervoor dat mensen worden verleid om de overstap te maken van de privésector als zijinstromer naar het onderwijs. Dat zijn ondertussen 4.700 die stap hebben gezet. Dus dat is goed. Maar we gaan nog door moeten gaan op vlak van die creativiteit en het aantrekken van andere mensen. Daarom ook dat we dit schooljaar starten met de zogenaamde gastleraar. Dat wil zeggen dat diegenen die niet definitief de overstap willen maken naar ons onderwijs, maar wel enkele uren ter beschikking willen staan, hun ervaring, expertise willen delen met kinderen en met jongeren, dat dat ook mogelijk wordt. Want dat is een manier om heel veel van die vacatures die bestaan in het secundair onderwijs voor 6 uur wiskunde, 7 uur Frans, om ook die leemtes te kunnen invullen. Maar het gaat over verschillende maatregelen, kleine maatregelen, hoor je wel eens in het veld. Er wordt een plan gemist, een visie gemist om dit aan te pakken en ook andere hete hangijzers aan te pakken. Begrijpt u die kritiek? Nee, want die visie is betrekkelijk eenvoudig. Zorgen voor niet tegenstaande arbeidskrachtmarkten, zorgen voor een verhoogde instroom, mensen verleiden om de overstap te maken van een ander job naar het onderwijs. En 2, zorgen voor een beperking van de uitstroom. Bijvoorbeeld mogelijk maken dat leerkrachten zich kunnen concentreren op hun kerntaak, namelijk op lesgeven en minder administratieve lasten. Dat is de visie en de uitvoering van die visie vergt heel veel verschillende maatregelen. En dat doe je stap voor stap, want je moet natuurlijk laveren in het onderwijsveld. Je hebt niet alleen een politiek compromis nodig, een politiek akkoord nodig in de regering en in het parlement, maar dan ook nog eens met de onderwijsspelers. Dus dat is stap voor stap vooruit. Stap voor stap, maar wat u ook wil doen, u focust op het Nederlands, het wordt het jaar van het Nederlands. Daarbij
geeft u ook de suggestie van leg Nederlands op de speelplaats. Kan je een taal zomaar opleggen? Wel, ik ben bezorgd over de kwaliteit, de evolutie van onze onderwijskwaliteit. Die staat onder druk. En een van de cruciale elementen op dat vlak is kennis van het Nederlands. Wij zijn niet meer dezelfde samenleving als 20 jaar geleden. Nederlands wordt alsmaar belangrijker. En daarom wil ik ook dat we een duidelijke boodschap geven naar iedereen. Wij Vlamingen zijn soms een beetje sturen verwarmde signalen uit. Iedereen zegt wel, ja, Nederlands is wel belangrijk. Maar ook die thuistalen moeten toch ook een plaats krijgen in de klas of op de speelplaats. Dat is een verwarrend signaal. De thuistaal is voor thuis. En er is maar één schooltaal, dat is het Nederlands. Dat is de taal die kinderen en jongeren kansen geeft, die hen een toekomst geeft. Dus wees daar ook duidelijk over en promoot dat en zorg ervoor dat we één verbindende taal spreken binnen de schoolmuren. En dat is Nederlands. Want in het andere geval, als je andere thuistalen toelaat, ja, vandaag is er niet één andere thuistaal, er zijn er 10 of 20, dan creëer je groepjes van Arabisch sprekenden, van Turks sprekenden, van Frans sprekenden. Dus dat verdeelt. En er is één bindmiddel, één maïzena en dat is Nederlands. Ja, één maïzena en dat is Nederlands. Dat is eentje om te onthouden. De focus wordt dus zeker Nederlands dit jaar. Daar gaan we nog van horen. Ook een hele uitdaging, net als voor de vele leerkrachten, directies en leerlingen, Wim. Carlijne, dank je wel voor het interview met minister Weitz. Op verschillende plaatsen is er wateroverlast door de felle en aanhoudende regen. In Brussel zijn enkele tunnels onder water gelopen en een tijd lang afgesloten geweest. De brandweer had de handen vol met oproepen voor wateroverlast. Deze beelden zijn gemaakt in Maasmechelen, waar een druk kruispunt volledig blank stond. Ook voor wie vandaag te voet of met de fiets ergens naartoe moet, is het geen pretje. Het is dan ook een uitzonderlijk natte dag, zegt onze weerman Bram Verbrugge. Overal in Vlaanderen viel er veel regen. Op de meeste plaatsen zo'n 20 tot 30 liter water per vierkante meter. Lokaal en dan vooral in de zuidelijke gedeeltes van de provincies West- en Oost-Vlaanderen, daar viel er meer dan 40 liter, op sommige plaatsen zelfs meer dan 50 liter. En dat zijn neerslaghoeveelheden die je normaal gezien verwacht op een drietal weken tijd. En voor deze namiddag, wat verwacht je dan? Wel, de meeste regen die gaat verdwijnen richting het oosten. We komen terecht in wisselvallig weer met dus een paar opklaringen. Maar ook nog wel een paar felle plensbuien met kans op onweer. Dus code geel blijft ook nog gelden voor deze namiddag met kans op lokaal overlast. Ik zal u zeggen dat het heel druk was. Ik zie er al een beetje vermoeid uit, denk ik. Maar we hebben heel veel volk ontvangen voor de staatsbonnen. Wie nog interesse heeft in de staatsbon van de Belgische overheid, die moet zich haasten. Vandaag is de laatste dag dat u zich daarvoor kan inschrijven. Tot en met gisteravond kon dat online, vandaag enkel nog in de banken die de staatsbon aanbieden. En op dit ogenblik is er al voor ruim 22,3 miljard euro ingeschreven. Na een week twijfelen hebben Josiane en Laurent dan toch een afspraak gemaakt om zich in te schrijven op de staatsbon. Toch nog beslist op de eerste dag. Ja. En waarom? Waarom nu nog op de valreep? Ja. Zo. Niks anders gevonden die een beetje beter is voor de moment. Ja. Voilà. Het is de allerlaatste dag om op de bon in te tekenen. En het kan enkel nog in de banken die dat aanbieden, niet meer online. Maar ook dat trekt nog wel wat volk. 2,81 netto, dat is, daar kun je toch wel iets mee hebben. Hè? Want de spaarrekening voor het moment is niet zo denderend. Hè? Er is veel belangstelling voor de staatsbon en dat hebben we hier wel gevoeld. Jonge mensen, zelfs mensen dat voor hun kinderen komen intekenen. En ook veel oudere mensen. Eigenlijk, het is heel wisselvallig hoor. Onder hen ook enkele medewerkers van dit Bipost-kantoor. Zij hebben geen seconde getwijfeld. Vrij snel eigenlijk. Ik was het al van plan van als ik wist dat de staatsbon ging uitkomen om in te tekenen. Omdat ik nog een beetje geld beschikbaar had. Dat ik niet onmiddellijk nodig had. En het is toch niet zo'n heel lange termijn daarmee. Vele geïnteresseerden dus. En dat voelen ze bij Bipost ook in de cijfers. Als we gaan kijken naar cijfers in het algemeen, dan merken we toch dat er 5 keer zoveel beleggingsafspraken zijn geboekt in ons netwerk ten opzichte van het eerste semester. Maar nu loopt de inschrijvingsperiode dus af voor de laatste beleggers. Je suis certain que les banques sont satisfaites que ça que le terme arrive aujourd'hui parce qu'ils savent qu'ils ont une perte de clientèle et de fonds. En nu is het een jaar wachten.
Er is discussie ontstaan binnen de federale regering nu CD&V-staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor beslist heeft om alleenstaande mannen die asiel aanvragen geen opvang meer te geven. De groene partijen vragen om die beslissing terug te draaien en snel te zoeken naar meer opvangplaatsen. Dit wordt nu besproken op de eerste ministerraad na de zomer. De regen komt met bakken uit de lucht in de Wetstraat 16. Naar schatting ruim 2000 alleenstaande mannen moeten op dit moment in ons land buiten leven. Zij en wie nog aankomt kunnen geen opvang meer aanvragen. Terwijl dat eigenlijk moet van Europa. Kan niet, zeggen de Groenen. We hebben daar al op gereageerd omdat dit een uitspraak is die ons ten sterkste verwondert. Ze gaat in tegen het regeerakkoord, ze gaat in tegen de mensenrechten, internationale verplichtingen van België. We weten ook niet waarom die uitspraak echt nodig is. Wat we nodig hebben zijn oplossingen. Dus wij vragen echt dat mevrouw de Moor die uitspraak terugtrekt. En dat we vandaag nu in de regering praten over oplossingen om meer opvangplaatsen te voorzien. Ik denk dat er moet een alternatief zijn voor niets doen. Dus dat zal een discussie zijn nu tijdens de vergadering. Moet er iets veranderen? Absoluut, absoluut. We hebben een aantal engagement genomen op internationaal vlak, op Europees vlak. En dus ja, we moeten een ander alternatief vinden. Maar CD&V, de partij van staatssecretaris Nicole de Moor, die de beslissing nam, blijft voorlopig op haar standpunt. Op een bepaald moment moeten daar ook wel duidelijke keuzes gemaakt worden. Ik denk dat dat is wat Nicole aangegeven heeft. Dat we er nu voor kiezen om tijdelijk die alleenstaande mannen niet op te nemen in het uitleg. Groen wil dat u die instructie intrekt. Zal dat gebeuren? We zullen nu in ieder geval kijken, want dat is natuurlijk een belangrijk element. Hè. We moeten op zoek naar structurele oplossingen. We moeten ervoor zorgen dat we dat opvangnetwerk, dat we daar gaan kijken wat er nog mogelijk is. De federale regering zit nu samen over de kwestie om op zoek te gaan naar oplossingen. De sfeer was voor de start van de vergadering alvast rustig en respectvol. Ja, en die vergadering is zo net afgelopen, hebben wij vernomen. En staatssecretaris De Moor heeft een plan van aanpak op tafel gelegd nu voor de verdere zoektocht naar opvangplaatsen. Dat wordt bekeken. En de beslissing om alleenstaande mannen geen opvang meer aan te bieden, die blijft voorlopig gelden. In de Verenigde Staten is een van de vier leiders van de extreemrechtse groepering Proud Boys veroordeeld tot 17 jaar cel. Zo'n 200 leden van de Proud Boys hebben het Capitool bestormd op 6 januari 2021 omdat ze de bekrachtiging van de verkiezingsoverwinning van Joe Biden wilden tegenhouden. Een van de Proud Boys leiders, Joseph Biggs, was een gewezen militair die in Irak en Afghanistan had gediend. Eerder dit jaar werd hij al schuldig bevonden aan samenzwering. Nu is ook de strafmaat bekend. In Ecuador is in enkele gevangenissen een opstand aan de gang. In de gevangenis van Cuenca houden gedetineerden meer dan 50 cipiers en agenten gegijzeld. De opstand komt er na inspecties waarbij geweren en explosieven zijn gevonden. Honderden agenten zijn opgetrommeld om de orde te herstellen. En in de Franse hoofdstad Parijs zijn de elektrische deelsteps nu volledig uit de straten weggehaald. Een gevolg is dat van een referendum eerder dit jaar. Veel burgers waren het beu om gebruikers van deelsteps te zien zigzaggen tussen voetgangers of om de steps te zien rondslingeren op het voetpad. Parijs is de eerste Europese hoofdstad die deelsteps nu verbiedt. Straks een nieuwe tentoonstelling van Rinus van der Velde, een van de meest geliefde hedendaagse kunstenaars. We nemen u mee naar de sport. Dag Katrien, onze Rode Duivels komen binnenkort weer in actie en de bondscoach die heeft zijn selectie bekendgemaakt. Ja, er komen 2 EK-kwalificatie-interlands aan. Komende week zaterdag spelen de Rode Duivels in en tegen Azerbeidzjan en dinsdag 12 september ontvangen ze Estland. Domenico Tedesco, de bondscoach, roept 1 nieuwkomer op. Hugo Siquet van Cercle Brugge. En, ook opvallend, Romelu Lukaku is er gewoon bij. Lukaku ondertekende gisteren pas een contract bij AS Roma. De aanvaller speelde dit seizoen nog geen enkele match. Hij onderhield zijn conditie bij de belofte van Chelsea. Maar over zijn selectie heeft Tedesco nooit getwijfeld, zegt hij.
You saw the last games, how important he is, not just as a player, also for the changing room. He's a leader, he's a top striker and a top human. And that's why, for me, there was no question if we invite him or not. Then we will see, of course, his condition when he's here, when we will train this 2, 3, 4 days. And then we will look forward. Lukaku is erbij. Peter van den Bemt, twee andere sterkhouders, Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois niet. Dat wisten we al, want ze zijn geblesseerd. Maar er was ook dat conflict in juni tussen Thibaut Courtois en de bondscoach. Is daar nog iets over gezegd? Wel, Katrien, dat zou natuurlijk het thema geweest zijn, waar daar niet geweest de blessure van Thibaut Courtois. Nu zei Tedesco dat genezen voor Thibaut Courtois het belangrijkste is. Dat er de voorbije tijd veel contact is geweest tussen de bond en de doelman, maar dan vooral via Frank Verkouter, de technisch directeur, die hem natuurlijk goed kent van zijn periode bij Racing Genk. En dat is wel belangrijk, daar maakte de bondscoach wel een opening. Hij zei dat hij, nadat Verkouter op bezoek was geweest bij Thibaut Courtois in Madrid, had voorgesteld om hem te ontmoeten. Maar de dag nadien geraakte Courtois geblesseerd en werd het dus toch een beetje uitgesteld. Voort zei de bondscoach ook dat er geen deadline is voor het moment waarop hij wil weten of Thibaut Courtois, eens hij fit is, echt nog wel wil spelen voor de nationale ploeg. Dat het ook geen optie is geweest om Simon Mignolet bijvoorbeeld tijdelijk als vervanger op te roepen, omdat hij respect heeft voor de beslissing van Mignolet om te stoppen en omdat er een groep heel goede doelmannen is. En dat er voorlopig ook geen echte nieuwe nummer 1, al dan niet tijdelijk, komt als vervanger van Thibaut Courtois. Al is de verwachting toch dat het Kasteels zal zijn die de komende wedstrijden zal spelen bij de nationale ploeg. We zijn benieuwd. Dankjewel, Peter, voor de toelichting. Dit seizoen gaan er 5 Belgische ploegen Europa in. Antwerp had al een plaats veroverd in de groepsfase van de Champions League. Gisteravond kwalificeerden de 4 Belgische clubs in de play-offs van de andere Europese bekers zich allemaal. Union mag naar de poules van de Europa League. Gent, Club Brugge en Genk gaan naar die van de Conference League. Bij club was het nog spannend. Na de 1-2-zege van vorige week bij het Spaanse Osasuna kwam Club Brugge thuis eerst 0-2 achter. Maar club speelde alsnog gelijk. Nee, Scovolte! Ja, de goal! Daar is Scovolte! Op amper 3 minuten tijd is het hier helemaal gekeerd. Een sensationele avond in Brugge loopt gelukkig voor club positief af. Opluchting bij iedereen, want echt volgens plan liep het toch niet. Na een half uur staat club al op achterstand. Het is Mojica die de 0-1 maakt voor Osasuna. Na de 1-2 uit de heenmatch krijgen we bij deze stand verlengingen. Maar 10 minuten na de rust ziet het er plots benard uit voor club. Boudimir kopt de 0-2 binnen. En op dit moment is Club Brugge dus virtueel uitgeschakeld. Een doelpunt heeft Blauw-Zwart nu nodig. Dat heeft Thiago goed begrepen. 1-2. En 3 minuten later zorgt Skov Olsen dus nog voor de totale euforie. Met maar liefst 11 minuten extra tijd kan het wel nog alle kanten op. Thiago schiet de 3-2 nog tegen de paal. Maar het had evengoed 2-3 kunnen zijn. De poging van Boudimir gaat naast. Club speelt ook dit seizoen Europees voetbal. They just say something about the team spirit, the belief in this group, that we never give up. We believe to the last second, and I'm just proud and grateful to be part of this game. And been a tough journey to come here, and now we are finally in the group stages. Ook Racing Genk gaat naar de groepsfase van de Conference League. Dat is een enorme opluchting voor de Limburgers. Want de voorbije weken werd Genk eerst uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League, dan in die van de Europa League. Gisteren bij het Turkse Adana Demirspor was het alweer bibberen. Na een slopende wedstrijd stootte Genk door met de strafschoppen. Dit is de ontlading na de laatste penalty. Genk blijft in Europa, dan toch. Het is Arokodare die zijn ploeg vanaf de stip de groepsfase van de Conference League intrapt. Een opluchting. Ja, niet voor mezelf alleen, hè. Voor de hele club, voor de hele staf, voor de hele spelersgroep, voor de supporters. En dat is iedereen is blij dat we in de poelenfase zitten. En helemaal verdiend, denk ik, hè. Verdient misschien wel, maar overtuigend niet echt. Genk heeft een 2-1 bonus uit de heenmatch, maar is nergens in de eerste helft. Van de Voort keept sterk. Net voor de rust helpt Rozovski de Turken een handje. Alhoewel. Maar de bal gaat toch op de stip. En zo komt NDI oog in oog met Van de Voort.
houdt hij de Senegalees van de 1-0. Ja, dat doet hij in eerste instantie, maar niet in tweede instantie. Zo is het opgeteld 2-2. Genk probeert in de Turkse hekse ketel wel verleidingen te vermijden, maar efficiëntie is weer het probleem. Dit is minuut 10 van de toegevoegde tijd en ook Arokodare krijgt de bal er niet in. Ook geen goals in de verlengingen en zo dus strafschoppen. Demirspoort mist als eerste. Genk blijft wel foutloos en plaatst zich en dat is meteen met ambitie. Ik denk als Genk zijnde dat we gewoon moeten overwinteren. En, het is jammer dat we geen Champions League, geen Europa League hebben, maar blijf ambitieus ook in Conference League. Op de Open Amerikaanse tenniskampioenschappen heeft Greet Minne zich kunnen plaatsen voor de derde ronde. Minne ging in 3 sets voorbij de Amerikaanse Sasha Vickery. Minne en Vickery kwamen allebei uit de kwalificaties. Voor Minne is het de tweede keer dat ze in New York de derde ronde haalt. Haar volgende tegenstander wordt de Russische nummer 14 van de wereld, Daria Kasatkina. Janina Wickmeyer is in de tweede ronde gestrand. Ze leed een logische nederlaag tegen de nummer 17, de Amerikaanse Madison Keys. Wickmeyer verloor in 2 korte sets. De wedstrijd duurde nog geen uur. Op het EK volleybal in Italië hebben de Belgische mannen, de Red Dragons, ook hun tweede groepsmatch verloren. Na de kansloze nederlaag tegen het thuisland, de wereldkampioen Italië, kon België hier in het zwart ook tegen Servië niet stunten. Servië is de nummer 4 van Europa. België kon 1 set winnen. Eindstand was 3-1. De Red Dragons hebben nu nog 3 wedstrijden om zich te kwalificeren voor de 8e finales. Duitsland is ook wel echt een topploeg in Europa. Dus dat wordt ook een beetje hetzelfde als deze match, denk ik. Ik heb hun match van gisteren gezien, dat was zeker hoog niveau. Dus ja, we gaan zien, we gaan even hard, misschien zelfs nog harder moeten knokken dan vandaag. Maar we gaan er alles uit halen. Bart Swings blijft in Italië de medailles opstapelen op het WK skileren. 5 heeft hij er al en daar is 3 keer goud bij. Gisteren werd Swings wereldkampioen in de puntenkoers op de weg. De Belgen domineerden dat onderdeel. Het zilver was ook voor een landgenoot, Jason Suttles. En dan nog wielrennen. In de Vuelta krijgen de klassementsmannen vandaag de kans om even bij te komen na hun pittige tocht van gisteren. De 7e rit is er 1 voor de sprinters. Het peloton rijdt over ruim 200 kilometer door de sinaasappelstreek in het achterland van Valencia. De laatste 80 kilometer zijn zo goed als volledig vlak. De jonge Fransman Lenny Martinez is de nieuwe leider. De titelverdediger Remco Evenepoel is het rood kwijt na een mindere dag gisteren. Evenepoel moest op de slotklim lossen toen Primoz Roglic aanviel. Hij finishte een goede halve minuut achter zijn grote concurrenten Roglic en Jonas Vingegaard. Hij beperkte dus wel de schade. Geen geweldige dag gisteren, maar ook geen super slechte dag. Hoe herstel je dan? Want daar gaat het om in een grote ronde, hè? Ja, ijsbad, eten, drinken, slapen, masseren. Allee, laten masseren. Dus ja, zoveel mogelijk tot rust komen. Dat was het doel gisteren. En nu weer de fiets op. Vanaf 3:55 zit de Vuelta hierop in. Prima, dankjewel. Ik ben dus begonnen met puur en uitsluitend die houtskooltekeningen te maken. Maar ik merk dat doorheen de jaren eigenlijk mijn werk verbreed is en ik in verschillende media ben beginnen werken. Dus ik heb die kleurtekeningen dan ook, maar ondertussen maak ik ook grote sculpturen, die decors, hè, en dan ook films. En eigenlijk is het voor mij altijd nu de bedoeling in een tentoonstelling om een soort totaalinstallatie te maken. Tijd voor een van de wonderkinderen van de hedendaagse Belgische kunst. Rinus van de Velde. Voor de 7e keer al stelt hij tentoon bij de Antwerpse galerij Tim van Laren. 20 jaar geleden werd hij bekend met zijn grote houtskooltekeningen. Nu stelt hij kleurige schilderijen, zwart-wit tekeningen en zijn 4e filmpje voor, Alive in a Day. 1 constante is er al die jaren. Van de Velde trekt de wijde wereld binnen in zijn atelier en maakt er puur met zijn fantasie kunst van. Thank you.
Mijn leven speelt zich eigenlijk altijd af binnen die vier muren van het atelier. Dat zijn vier witte muren. En veel valt daar niet te beleven buiten het maken van die films en die tekeningen. Dus ik verzin eigenlijk van hoe had mijn leven er kunnen uitzien als ik toch naar buiten zou gaan. Alles wat we filmen, filmen we in het atelier. En mijn atelier is niet groot genoeg om zo'n heel flat gebouw te maken. Dus daarom maken we vaak eerst een maquette, om die dan helemaal te filmen. Dan filmen we die maquette. En wat we dan doen om er zelf echt in te kunnen lopen, met echte acteurs, bouwen we bijvoorbeeld deze stukje van dat balkon helemaal in het groot, na levensgroot. En dan filmen we daarin met een aantal acteurs die elkaar ontmoeten. En dan zo gaan we verder naar de volgende scène. In mijn atelier heb ik een hele jungle gebouwd, uit karton en hout. Dat duurt soms maanden om die helemaal te maken. Die is helemaal geschilderd in allerlei kleuren. Dat is ook een scène van die film. Wat ik dan doe, ik ga daarin zitten en ik laat mezelf fotograferen. En op basis van die foto maak ik dan die tekening. En in zijn atelier komt hij ook illustere voorgangers tegen. Dit zwembad had geschilderd kunnen zijn door David Hockney. Of de berooide Vincent van Gogh komt een praatje slaan. In die imaginaire wereld kan dat weer. Hè. Kan ik vragen aan Van Gogh hoe dat hij zich voelt die dag, of dat hij een mindere dag heeft, of dat ik honger heb, of dat niet lukt met schilderen en zo. Is eigenlijk heel die fictieve autobiografie een soort parallel universum waarin dat je kunt rondbewegen. Het eerste hoofdpunt van vanmiddag, dat spreekt wat voor zich. 1,2 miljoen kinderen zijn opnieuw de schoolpoorten binnengelopen. En vele onder hen zijn heel erg nat aangekomen in de klas. Gelukkig wacht vanavond meteen het weekend om te bekomen. Dank voor het kijken. Fijne vrijdag nog. Altijd moeilijk, hè? De eerste schooldag. Altijd terug aanpassen. Hè? De vakantie was ook heel leuk. Hè? Kindjes die dat heel blij zijn als ze terug naar school mogen komen, als ze hun vriendjes terugzien. Een paar die dan misschien een beetje minder blij gaan zijn als ze afscheid moeten nemen van mama en papa, maar meestal krijgen we die wel snel weer thuis. De eerste schooldag in de regen vind ik niet zo leuk, want ik had liever thuis gebleven dan. Ik heb terug zin in school, want dan zie je vrienden terug.